Welkom in het filmpje over veerkracht, in het hoofdstuk van de wetten van Newton, toegepast. Veerkracht ken je al van het derde jaar, maar we gaan het nog eens even kort herhalen. Als er een kracht op een voorwerp, en vooral een veer in dit geval, werkt, dan zal die een elastische vervorming ondergaan. Nu, als die kracht te groot is, dan gaan we een permanente vervorming krijgen. En dan gaan we die veer eigenlijk kapot maken, of toch tenminste serieus vervormen, zodat haar veerconstante verandert. En dan spreken we over nawerking of hysteresis. Nu, de kracht waarmee je je veer uitrekt, hangt af natuurlijk van de uitrekking. Hè. Hoe verder dat je uitrekt, hoe meer kracht dat je moet uitoefenen. Als er voor de rest geen beweging is, kunnen we zeggen dat de som van de krachten gelijk is aan nul. Dus dat de kracht waarmee je aan de veer trekt, plus de veerkracht zelf, die in een andere richting werkt natuurlijk, gelijk is aan nul. Wat wil zeggen dat de veerkracht in de ene zin gelijk is aan de kracht waarmee je aan de veer trekt in de andere zin. Dus de veerkracht is met andere woorden ook afhankelijk van de uitrekking, waarbij we kunnen zeggen dat de veerkracht gedeeld door de uitrekking gelijk is aan een constante, en dat is de veerconstante, k in newton per meter. Is dus onze veerconstante, of ook wel de elasticiteitsconstante genoemd. Waarbij we de wet van Hooke zo kunnen schrijven. De veerkracht is gelijk aan de veerconstante maal de uitdrukking. Goed, dat was het voor dit filmpje dan weer.